De PvdA Flevoland wil alleen samenwerken in een provinciebestuur met Forum voor Democratie als die partij afstand neemt van een aantal standpunten. Daar ga ik zo verder over praten met onze verslaggever Koen Peters. Maar gisteravond leek alles nog koekenij. Sjaak Simons. Na de vertraging door de hertelling van de stemmen zijn gisteren de nieuwe provinciale staten van Flevoland dan eindelijk officieel geïnstalleerd. Inclusief het zingen van het Flevolandse volkslied. Daarna ligt de informateur Annemarie van Gaal haar advies toe om een nieuw college te onderzoeken, bestaande uit de grote winnaar Forum voor Democratie, VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie. Al zijn er onderling verschillen, toch willen de partijen nagaan of ze kunnen samenwerken in een nieuw dagelijks bestuur. Wij gaan hier serieus mee aan de gang. Wat ons betreft komt deze coalitie. Er is een vertegenwoordiging van de rechtse partijen meer, middenpartijen, maar ook linkerpartijen zijn aanwezig. Dus het brede palet van de Flevolandse kiezer kan zich herkennen in deze coalitie. Hoe groot acht u die kans? Nou, die kans is op grond van de eerste gesprekken met de informateur, ik zou zeggen groter dan 50%. Anders, als we die kans lager zouden inschatten, dan zouden wij hier natuurlijk niet mee instemmen. Denkt u dat de andere coalitiepartners dat aandurven met u? Ja, dat is natuurlijk hetgene wat we gaan ontdekken. Hè, maar want hoe voelt het aan tot nu toe? Nou, ik heb vooral met Jan gepraat. De anderen heb ik veel minder gesproken. Jan de Reus. De anderen heb ik veel minder gesproken. Dus dat moet. Hè, we hebben de uitnodigingen wel inmiddels aan elkaar verstuurd. Maar dat gaat nu gebeuren. Dat worden dan de eerste gesprekken met elkaar. Want tot nu toe hebben de vijf partijen niet eerder gezamenlijk aan tafel gezeten. Het zal dan ook echt over de inhoud gaan. En er moet blijken of de verschillen van mening overbrugbaar zijn. Een belangrijk discussiepunt wordt duurzame energie. Forum denkt hier anders over dan de rest, maar is tegelijk ook niet tegen. Duurzame energie, ja, daar kun je natuurlijk wel degelijk ook vanuit onze partij voor zijn. Want duurzame energie heeft een veel langere termijn. En dan moeten we kijken, nou, welke vormen van duurzame energie willen we nou na? En moet dat nu? Hè? Moet dat volgens de agenda van het kabinet? De informateur zegt, u moet met z'n allen om de tafel gaan zitten en bier drinken, misschien zelfs wel dronken worden. Is dat een goed advies, wat u betreft? Nou ja, kijk, dat advies gaf ze natuurlijk met een knipoog. Maar wat wel aangeeft, en dat heb ik in mijn bijdrage ook gegeven, dat het wel van belang is dat we elkaars nieren proeven. Het is niet zo dat u eigenlijk in uw achterhoofd denkt, als Forum afhaakt, dan kunnen we er nog wel GroenLinks aan toevoegen. En dan hebben we alsnog een mooi college. Nou, dat is pure speculatie. We zijn nu verplicht, omdat wij dit advies ook omarmd hebben als vijf partijen, om daar ook echt ons uiterste best voor te doen. Dat was dus gisteravond. Maar zojuist heeft de PvdA al een bom onder deze onderhandelingen gelegd. Namelijk door te eisen dat Forum voor Democratie afstand neemt van een aantal uitspraken. Verslaggever Koen Peters, wat wil die PvdA nou? PvdA heeft een lijstje op tafel gelegd. 6 punten hebben ze daar benoemd waarvan ze willen dat de Forum daar afstand van neemt. En dat gaat eigenlijk om uitspraken die Thierry Baudet heeft gedaan de afgelopen periode. Bijvoorbeeld het meldpunt linkse leraren. Daarvan zegt de PvdA, daar moet Forum afstand van nemen. Maar ook uitspraken dat journalisten, wetenschappers, kunstenaars de samenleving en onze cultuur zouden ondermijnen. Uitspraken dat vrouwen minder ambitie zouden hebben dan mannen. En uitspraken over de Nexit, eventuele uittreden van Nederland uit de EU. Ja, daarvan zegt de PvdA dus op het moment dat de Forum niet op voorhand zegt, daar staan wij niet achter die standpunten. Dan heeft het eigenlijk ook geen zin om heel inhoudelijk te gaan praten over al die Flevolandse thema's die spelen. Ja, daar is eigenlijk een beetje van, je kan het wel vragen als PvdA, maar hoe realistisch is het? Ja, niet denk ik. Want als Forum afstand nemen van uitspraken die je eigen partijleider in de Tweede Kamer en het gezicht van de partij heeft gedaan. Ja, dat ga je natuurlijk niet publiekelijk doen. Je kan het natuurlijk wel een beetje onder het tapijt stoppen en het er niet over hebben. Hè, door te zeggen, ja, Nexit, daar gaan we hier niet over in de provincie. Dus het is geen thema geweest. Maar als je als andere partij eist dat daar echt afstand van genomen wordt publiekelijk, ja, dat zie ik Forum voor Democratie gewoon niet 1, 2, 3 gaan doen. Nee, als Forum voor Democratie dan erin blijft, in het college, in de coalitie, PvdA valt af. Is dat denkbaar? Ja, dat zou kunnen. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende samenstellingen die kunnen. Hè. Op het moment dat de PvdA afvalt, moet je je wel afvragen hoe serieus zijn die andere partijen. Willen die andere partijen wel heel graag met Forum door? Of is het toch niet zo van, nou ja, ze zijn de grote overwinnaar. Dus laten we eerst maar aangeven, we proberen het. En kijk, we hebben een poging gedaan. En als het niet lukt, ja, dan kan je dat niet ons verwijten. Ja, je hebt
21 zetels nodig. Als de PvdA afvalt, dan moet je gaan kijken naar bijvoorbeeld 50+ of de SGP erbij. Of weer een hele andere samenstelling, dat je toch op de huidige coalitie met GroenLinks uitkomt. Dus er is nog wel een hele hoop wat mogelijk is als dit niet gaat lukken, als deze combinatie er niet komt. Ja. We hebben ook een reactie gevraagd, hè, bij de mensen. Ja, we waren namelijk voornamelijk benieuwd waarom ze hier nu mee komen. Want ze hebben natuurlijk een aantal gesprekken gevoerd. Je hoort Gert-Jan Ranzijn van Forum wel zeggen, voornamelijk heb ik met de VVD gesproken. En het lijkt erop dat er misschien te weinig aandacht gegeven is aan die andere partijen. Maar dat had je als PvdA natuurlijk veel eerder kunnen zeggen. Dat had je meteen aan het begin op tafel kunnen leggen. Dus dat hebben we gevraagd aan de lijsttrekker van de PvdA. Nou, wij gaan nu een volgende fase in. Dus na de informatiefase hebben wij afgesproken dat wij met elkaar in gesprek gaan. Niet alleen over de inhoudelijke onderwerpen, maar ook over hoe we willen samenwerken. En wij vinden het van belang om dan deze piketpaaltjes nu te slaan. Het moment is opvallend, want de informateur heeft net haar advies gepresenteerd over collegevorming. Waarom komt u nu met deze uitspraken? In het informatiegesprek met de informateur hebben wij het over 11 onderwerpen gehad. En heb ik aan de orde gesteld dat ik het ook graag zou willen hebben over samenwerkingsbereidheid en solidariteitsbesef. Dat heb ik ook in mijn telefoongesprek met de informateur nog eens aangegeven. En ik denk dat het nu tijd is om dit ook duidelijk op papier te zetten. Wat zijn de verwachtingen over en weer? Waar wil je het met elkaar over hebben? Ja, opmerkelijk is, we vragen hem van waarom is het niet eerder gezegd. Daar geeft hij eigenlijk niet echt antwoord op. Nee, ja, het kan zijn misschien dat, dat hij nu merkt, ja, dit valt niet zo goed bij de PvdA-achterban dat we met Forum spreken. Want het zijn natuurlijk wel partijen die redelijk ver uiteen liggen. Of het is toch eigenlijk van tevoren al wel een beetje uitgezette strategie geweest. Hè? Ja. Want we gaan nog niet te vroeg zeggen, we willen het niet. Maar ja, laten we maar eens even aankijken hoe het gaat. En zoveel gesprekken zijn er nog eigenlijk niet gevoerd. Dus ja, dan kom je hier op dit moment mee. Dus ook even de vraag hoe de andere partijen hierop gaan reageren. De PvdA die roept de andere partijen op om dit eigenlijk ook van Forum te eisen. Ja, heb je 3 andere partijen die dat eisen, ja, dan wordt het een lastig verhaal. Dus het geeft in elk geval aan dat het niet zo simpel is, zo'n coalitieonderhandeling, als het misschien op het eerste gezicht wel eens lijkt. Ja, de onderhandelingen zijn in ieder geval flink begonnen. Ja, en die gaan nog wel even duren. Koen Peters, dankjewel.